Kinderen zijn echt soms zo hilarisch. Goedemorgen, ik ben zo aan het genieten van de vakantie. Het is al bijna 11:30. We zijn wel even wakker, maar we hebben eigenlijk niks bijzonders nog gedaan. Ik heb lekker nog geen make-up op. Vind ik zo heerlijk, kan je gewoon aan je gezicht zitten. En we doen het vandaag gewoon rustig aan. Het is vandaag nog niet zo super weer, vanaf morgen wel. Dus vandaag gaan we gewoon alles in huis doen. Dat ik eigenlijk de rest van de week zo min mogelijk hoef te doen. Dus alle was weg, alles even goed schoonmaken, opruimen. Dan hebben we heel weinig en dan kunnen we echt vakantie vieren met het lekkere weer. Dus vandaag minder leuk, maar daarna helemaal top. Ik ga nu eerst even wat eten maken. Gaan we even wat eten. Sarah is boven de kamer aan het spelen nu. En dan aan de slag. Ik heb me opgemaakt te lui mijn haar te doen. Ik kom even beneden, was heel even boven. Sarah heeft heel de woonkamer overgenomen. Dit is een heel slaapfeestje. Ik heb me wel aangekleed. Ik heb dit t-shirt aan met de Victor en Rolf print. Dit zijn allemaal die schetsen van hun. Broekje van Guess en schoenen van Linea Zeta. En ik heb mijn Calvin Klein tas. Want ik moet nog even wat bij mijn ouders langs brengen. Ze wil heel graag met de Z-string spelen met mijn moeder. Want mijn moeder is daar gewoon heel handig in. Die kan echt zo verschrikkelijk veel dingen met daarmee. Dus dan drink ik gelijk even een thee daar. En dan gaan we weer naar huis. Oh, het is echt wel lekker weer nu. Echt heel fijn. Morgen wordt het pas echt warm. En daarna 36 tot 40 graden. Bizar gewoon als je dan kijkt hoe het de afgelopen week was. Zo, het is een sauna in de auto, zelfs met airco. Hoi schat. Mag ik iets vragen? Wat wil jij vragen? Waarom de taartenbakker niet mijn taart kon maken? De ene taart. Ja, ik had voor Sarah al een plekje willen reserveren. Bij de zaak, zeg, ja, waar ik altijd haar taarten bestel. Want zij maakt zulke mooie, lekkere taarten. Maar ze kan niet. En ik was... ik had het 2 maanden geleden voor het eerst gevraagd, maar het was ja, heel ingewikkeld verhaal, doet er verder niet toe. Maar ze had er nog geen zicht op en toen had ik dus nog 5 maanden de tijd, nu 3 maanden. Dus nu moeten we iemand anders vinden. Maar daar baal ik van, want ik heb 1 keer heb ik iemand anders besteld en dat was leuk, maar het was niet zo mooi en niet zo lekker. Dus ik wil eigenlijk altijd bij haar. Zij heeft ook onze trouwtaart gemaakt, bruidstaart. Die was ook gewoon echt waanzinnig mooi en lekker. Het is gewoon altijd goed daar. Dus ik baal. Maar goed, ik heb dus 3 maanden. Ik baal ook. En ik vind wel vaak of ik vind een taart mooi of ik vind hem heel lekker. Maar ik vind het zelden allebei tegelijk. Dus, ja, maar ik hoop dat hij wel heel mooi gaat. Ja, ik heb een waanzinnig leuk idee voor jouw taart. Dus dat moet helemaal goed komen. Maar we moeten gewoon iemand vinden die het heel mooi en heel lekker kan doen. En we gaan haar opmaken. Ja, dat had ik al verteld. Tijd voor een lekkere donut. Zo, was even gezellig. We zijn niet heel lang gebleven. En Marco belde net. We gaan zo barbecuen. Maar we hebben geen houtskool meer. Dus ik ga even houtskool halen. Moet je lezen? Ik weet niet wat het allemaal is. Oh, er staat... Houtskool. Is dat houtskool? Wauw, ben jij sterk? Hij is nog heel zwaar. Wauw, wel 2,5 kilo per zak. Zo. En papa is de barbecue aan het klaarmaken, Mimo? Sorry, maar Mimo was dat. En ik ga het vlees laten zien. Hoe het gaat pakken. Ik ga heel voorzichtig, maar het rookt.
Hey, papa. Hoi. Hey. Hier ben ik. Hier. Hey. Hoi. Ben je aan het filmen? Ja, heb ik stiekem gedaan. Oh, gaan we barbecuen? Ja. Heb ik zin in? Ja. Wacht, gaan ze aan de kant? Nee, ik ben druk. Ja, aan de kant, ik wil het zien. Wat wil je zien? Mijn billen. Nee, weg. Mijn neus. Nee. Mijn oren. Nee. Hey, die van mij werken. En die van jou? Ook. Oh. Maar mama, je moet die kant op. Je moet naar rechts. Oh ja, nu heb ik precies naar rechts. Naar links. Blijf links. Blijf links. Blijf rechts. Blijf links. Blijf rechts. Nee, niet zo. Is het lekker, mop? Nee. Nee? Vind je het niet lekker? Nee. Voor jou wel. Ik wel, ja. Je bent niet goed, jij. En een gekkie. Happy. Oh. Kinderen zijn echt soms zo hilarisch. Ik was wat dingetjes in de vaatwas aan het zetten. En ik denk, wat staat er nou in? En Sarah heeft dus deze. Een beker. Een wijnglas. En een honden eetbak van de barbecue in de vaatwas gezet. Schijnbaar hebben die ook gegeten. En moet dat ook afgewas worden. Nou, ik moest in ieder geval heel hard om lachen. Ik baal trouwens wel echt. Ik had natuurlijk dat hele leuke plantje gekocht. Maar kijk, ik heb hem zo goed verzorgd. Hij is nog niet dood, de blaadjes zijn groen, maar alle bloemetjes. Alleen, deze doet het nog een beetje. En hier ertussen nog een beetje verstopt, maar ik vind het echt niet leuk. Dus, ja. Maar het is laat. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.